Als Waterschap Brabantse Delta nemen wij met de Bouvigne Wateracademie het initiatief voor een platform voor kennisuitwisseling. Met als thema klimaatverandering en de samenwerking met Vlaanderen. Daarnaast willen wij met de Bouvigne Wateracademie de samenwerking versterken tussen overheden, organisaties, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. De snelheid van klimaatverandering houdt ons bezig. Over de hele wereld zien we juist deze jaren klimaatexcessen. Maar niet alleen maar ver weg, ook veel dichterbij, binnen de Brabantse Delta. We willen met het initiatief van een Bouvigne Wateracademie stimuleren dat we een vrijplaats voor denken organiseren de komende jaren. Dat we via het stimuleren van het debat en denkkracht met onze netwerken de komende jaren voorbereid zijn op de toekomst. Er ligt een enorme druk op het gebruik van de ruimte in onze delta, onze Vlaams-Nederlandse delta. Dat komt door wensen op allerlei gebied. Dat betekent grote noodzaak voor samenwerken en kennis delen. Grensontkennend samenwerken. De waterschappen kunnen daar als langetermijndenkers met hun kennis en uitvoeringskracht een enorme duw aan geven. En dat is wat de Bouvigne Wateracademie ook beoogt. Een enorme duw in de goede richting. Ik vind het bijzonder fijn om lid te mogen zijn van de Bouvigne Wateracademie. Een prachtig initiatief om allerlei kennis en kunde op het gebied van water bij elkaar te brengen. En ik denk dat we voor een grote verbouwing van Nederland staan, waarin water eigenlijk cruciaal is. Water is bepalend voor hoe we onze woningen kunnen bouwen, waar we energie opwekken. Dus water moeten we goed regelen en goed organiseren. En dat draag ik graag met mijn kennis aan bij. De Bouvigne Wateracademie is op mijn pad gekomen omdat ik lid ben geweest van twee adviescommissies rond water. Eentje in Vlaanderen en eentje in Nederland. En in beide landen worden we eigenlijk met dezelfde wateruitdagingen geconfronteerd. Vaker droogte, maar ook vaker wateroverlast. En ik hoop dat die Bouvigne Wateracademie ons eigenlijk gaat helpen om kennis en good practices aan beide kanten van de grens nog beter uit te wisselen. De strijd tegen klimaatverandering en ook de uitdaging van klimaatadaptatie is per definitie grensoverschrijdend. En dat betekent dat ik als Europarlementariër graag in de adviesraad het perspectief, het internationale perspectief inbreng hier in mijn eigen stad Breda. De uitdagingen op het gebied van klimaatverandering zijn groter dan ooit. En de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dat vraagt om een andere rol van het waterschap. Het vraagt om een waterschap dat niet afwacht, maar de regie pakt om partijen bij elkaar te brengen. Om zo kennis te delen en netwerken te versterken. Waterschap Brabantse Delta heeft kennis en ervaring in huis om de samenleving te transformeren en aan te passen aan een steeds sneller veranderend klimaat.